zuidwest 7 aan zee. Ik denk dat die geleidelijk aan ietsje af gaat nemen. En vannacht vooral de buien in het kustgebied en in het binnenland zijn er wat meer opklaringen. En dan kan het afkoelen tot een graad of 3. En morgen overdag hebben we flink wat buien. Ik denk dat er weinig zon is. Geen vrolijke dag. Een harde west-zuidwestelijke wind boven landwindkracht 4 à 5. Het wordt een graad of 7 en de buien met zware windstoten. Dan na morgen ziet het er volgt zo uit. Wintersbuien op vrijdag, wintersbuien mogelijk op zaterdag. De temperatuur gaat geleidelijk naar beneden. Dan neemt de wind af. Het wordt droog op zondag. Maar ja, dan kan het 's nachts weer gaan vriezen. Einde van het journaal van 6 uur. De volgende uitzending is om 8 uur op Nederland 1. Nu weer André Zwartbol met 2 vandaag. Dames en heren, ik wens u een goede avond. Goedenavond in 2 vandaag reageert Pim Fortuyn straks op de nieuwste cijfers in de 2 vandaag Nipo-peiling. Verder het aangrijpende verhaal van matroos Hakkenberg. Water, water. Ik zat vast aan het schip. Heb me los kunnen wrikken. En de zwemvest die ik om had, bracht me weer naar boven. Hoe de verdediging van het laatste stukje Nederlands-Indië uitliep op een drama. De slag in de Javazee vandaag, precies 60 jaar geleden, kostte bijna 1000 Nederlanders het leven. Eerst nu onze politieke peiling. De opmars van de lijst Fortuyn lijkt ook in de 2 vandaag Nipo-peiling van deze week niet te stuiten. Vorige week scoorde de partij in onze peiling nog 16 zetels. Nu stijgt Pim Fortuyn tot een aantal van 20 zetels. Die winst van Fortuyn die gaat vooral ten koste van de partij die moest verlaten. Leefbaar Nederland. Zometeen reageert Fortuyn. Nu eerst de resultaten van de wekelijkse 2 vandaag Nipo-peiling. De PvdA heeft nu 45 zetels in de Kamer en zakt in deze peiling naar 34. Dat is evenveel als vorige week. De VVD, nu met 38 Kamerleden, haalt er nu 33. Eentje minder dan vorige week. Het CDA zakt van 29 zetels naar 25 zetels. Dat is evenveel als de vorige peiling. D66 zakt van 14 naar 6 zetels, eentje minder dan de vorige week. GroenLinks zakt van 11 naar 10, dat is wel een zetel meer dan vorige week. De SP groeit van 5 naar 7 zetels, dat is er ook eentje meer dan in de vorige peiling. De ChristenUnie heeft nu 5 zetels en gaat naar 6. De SGP blijft stabiel op 3 zetels, dat is net zoveel als de vorige keer. De nieuwkomers tot slot. Leefbaar Nederland haalt in deze peiling 6 zetels. 3 minder dan de 9 van vorige week. En Pim Fortuyn haalt er 20. 4 meer dan vorige week. 20 zetels dus voor de lijst Pim Fortuyn. Opmerkelijk, want de lijst Fortuyn is nog altijd een partij zonder programma. Een lijst zonder namen. Behalve dan de naam van de oprichter zelf natuurlijk. Verslaggever Arie Rijneveld sprak zojuist met Pim Fortuyn. Meneer Fortuyn, u staat op 20 zetels volgens de laatste peilingen. Wordt het nu te druk of moet ik zeggen te vol voor uw partij? Nou ja, kijk, het is natuurlijk een prachtig resultaat, maar laten we wel zijn, het zijn peilingen. De NOVA-peilingen zijn weer heel anders, bleek ook afgelopen vrijdag. En ik ben geen deskundige op dit terrein. Ik zie dat het erg uiteenloopt, dus het is prachtig. Ik ben er ook dankbaar voor. Het is een steun in de rug. Het zou ook heel raar zijn als ik iets anders zei. Maar de echte peiling vindt pas op 15 mei plaats. Dus wat het allemaal precies waard is, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Nou, dan gaan we even rekenen, meneer Fortuyn. U staat nu op 20 zetels. De nummer 1 positie die gaat uiteraard naar uzelf. Er blijven er nog 19 plaatsen over. Wie gaan die overgebleven plaatsen opvullen? Ja, dat zou u wel willen weten. We zijn daar heel hard mee bezig. En ik hoop, ik moet zo ongeveer half maart, 15, 16 maart, moet ik de lijst rond hebben. En op het moment dat we die lijst rond hebben, dan komen we daar natuurlijk ook mee naar buiten. En het zal een, wat we dus nu al wel, de contouren die schilderen, worden duidelijk. Het wordt een lijst met jonge mensen, met mensen van mijn generatie en ook van de oudere generatie. Nou, goed, maar dat zegt nog niet zoveel. Kunt u er in ieder geval niet een paar noemen? Nee, dat doe ik niet. We doen dat pas als alles rond is. U moet niet vergeten, het is een hele ingewikkelde klus. Het moet ook heel zorgvuldig gebeuren, want we hoeven niet maar de geringste fout te maken en we zitten in de problemen. Dus ik moet gewoon vanwege zorgvuldigheid wachten tot 15, 16 maart. Maar het gaat ons lukken. Oké, okay, dat kunt u zeggen. En de kiezer moet dan maar bepalen of dat ze dat geloven. Maar u kunt
werkelijk geen enkele naam noemen als het gaat om die 19 overgebleven zetels? Dat wil ik niet. Dat is alleen maar in het belang van de media, niet in het belang van die lijst. 16 maart komt die lijst naar buiten. Nou, dan is het aan u. Maar u heeft nog niemand bereid gevonden om op die lijst te gaan staan. Niemand die zegt, at your service, meneer Fortuyn. Dat zou toch niet kunnen als ik er... Kijk, we zitten nu 20 in de peilingen, dus ik moet minstens 30 op zo'n lijst vinden. Nou, als ik dus nu nog niemand zou hebben, dan zou het mislukken. Maar het gaat lukken. En u heeft ook al mensen op het oog? Nee, niet op het oog. We hebben allerlei sollicitatiegesprekken. Want ja, je moet ook met elkaar eens worden. Nou, en we zitten nu op een, zeg maar iets van 15 hebben we al vast. Nou, net de volgende 15 zijn we mee bezig. Maar kunt u niet iemand noemen van die 15? Dat kan ik wel, maar dat doe ik niet. Maar waarom wilt u dat niet? Omdat ik dat 16 maart doe. Daar is geen enkel belang mee gediend om dat nu al te doen. 16 maart is vroeg zat. Dan hebben we nog weken te gaan voordat het 15 mei is, wanneer de echte peiling. Ja, 16 maart, dat is over 2 weekjes. En ik kan me voorstellen dat de kiezer die op u gestemd heeft ook wil weten. Nou, wie er verder nog op de lijst komen. Als een klein kind. De kiezer weet dat absoluut op tijd. Want dat kan ook niet anders. Omdat 2 april moeten de lijsten goedgekeurd zijn. Ja. Nou, en dan, dat is de laatste datum. Zo simpel is het. Maar meneer Fortuyn, u staat op 20 zetels. Ja. Dat zijn heel veel kiezers. Is het dan toch niet een beetje raar dat u nog steeds geen duidelijkheid kunt geven over die lijst of over bijvoorbeeld het partijprogramma? Ja, u blijft maar zeuren. Dat is helemaal niet raar. 14 maart komt mijn boek uit. Als de kiezer nu nog niet weet wat die Fortuyn wil, nou, daar twijfel ik geen moment over. Ik ben al 12 jaar bezig, publiceer boeken, tal van columns, iedereen weet waar ik sta. En 14 maart komt mijn boek uit en dan is het allemaal nog eens samengevat en allemaal nog eens neergelegd en dan mag u er weer wat van vinden. Maar ja, u zegt het is helemaal niet een beetje raar, maar bent u eigenlijk niet verplicht naar de kiezer toe om eindelijk duidelijkheid te geven en duidelijk te gaan maken op wie ze straks gaan stemmen. Gaan we toch ook doen? Gaan we toch ook doen? En ik denk als één politicus duidelijkheid heeft gegeven, dat blijkt ook wel uit de peilingen en uit alle reacties in de media, dan ben ik het. En daar kunnen de heren Dijkstal en Melkert nog een puntje aan zuigen. Maar dan vraag ik me toch af, wat het eigenlijk voor kiezers zijn die nu tot nu toe die 20 zetels voor u bewerkstelligd hebben, want dat zijn dan mensen die zonder lijst, zonder partijprogramma gewoon maar op u stemmen. Zijn het dan opportunistische domoren of willen die mensen gewoon niet weten wie er op de lijst staat? Wat een belediging naar uw eigen kijkers toe. Daar zitten heel veel mensen onder die u op deze manier in de hoek kunnen. Die mensen zijn niet geïnteresseerd in uw programma en wie er op de lijst komen. Ik ben toch niet gisteren begonnen. Ik ben al maanden bezig in de media. En er is al maanden verslag over gedaan. Dus die mensen kunnen heel goed beoordelen waar deze man voor staat. En nogmaals, 14 maart komt dat boek. En Nederland is geen boekenlezer. En u bent ook al geen boekenlezer. Want dat gaat weer even zo. Maar waar ik in grote lijnen voor sta, op het terrein van vreemdelingenbeleid, onderwijs, gezondheid, zorg en veiligheid, nou, dat is de gemiddelde Nederlander meer dan duidelijk. Gaan we toch nog weer even rekenen, want u heeft al 2 april de tijd om die 19 kiesdistricten 30 handtekeningen per kiesdistrict te verzamelen. Dat zijn er meer dan 600. Leert een kleine rekensom. Komt nog bij dat dan ook duidelijk moet zijn wie er allemaal op de lijst staan. Gaan we eraan staan, meneer Fortuyn? Nou, dat is ook een behoorlijke klus. Maar goed, dat hebben we rond. Hè. Die 30, we hebben natuurlijk veel meer dan 30 om het zaakje niet mis te laten lopen. Die organisatie komt op het ogenblik van de grond. En 16 maart kom ik met een lijst, daar kun je zeker van zijn. Uw vriend Jan Nagel staat op dit moment bij Leefbaar Nederland op 6 zetels. In de peilingen stijgt u als een komeet. Ziet u dit als een bevestiging van uw gelijk, hè? Want de kiezers hebben u blijkbaar niet laten vallen na uw gewraakte uitspraak in de Volkskrant. Uiteraard. Ik heb al gezegd, het maakt helemaal niet. Het gaat niet om Pim Fortuyn. Daar gaat het absoluut niet om. Het gaat erom dat in dat incident, of dat conflict, hoe u het ook noemen wil, de Achilleshiel in Nederland blootgelegd is. Die heb ik blootgelegd. Nou, kennelijk zegt de kiezer, of een deel van de kiezers, van 20 zetels, dat is natuurlijk niet de meerderheid, maar zegt een deel van de kiezers, hier herkennen wij ons in. Wij gaan, of we zijn voornemens om op die man te gaan stemmen. Ja. Nou, als dat allemaal klopt, ik heb net daar de nodige kanttekeningen bij geplaatst, maar als dat allemaal waar is, ja, dan is dat natuurlijk een bevestiging van mijn gelijk. Ja. Pim Fortuyn. Matroos Hakkenberg, bediend op 27 februari 1942, vandaag precies 60 jaar geleden, kanon nummer 4. Hij doet dat op een Nederlands oorlogsschip dat deel uitmaakte van een vloot in de Javazee. Het is een wanhoopspoging om dit stukje Nederlands-Indië te verdedigen tegen de Japanse bezetter.
te vergeefs, want 24 uur later hebben de Japanners de vloot tot zinken gebracht. Hakkenberg overleeft deze vernietigende aanval. Bijna 1000 andere Nederlanders hebben dat geluk niet. Bevelhebber in die tijd was schout bij nacht Karel Doorman. Hij wordt door velen gezien als een held. Maar voor de aanvang van de slag wist hij eigenlijk al dat de strijd een verloren zaak was. Chaos, wanhoop en een dramatische ondergang in de geschiedenis van de Nederlandse marine. Opgetekend door Frank Herfst en Gerben van Eiken. Kijk, als u die slag tot zijn essentie wil terugbrengen, dan is het een poging geweest, een vergeefse poging geweest, een vergeefse herhaalde poging geweest om door te dringen tot de Japanse transportvloot. En dat is niet gelukt. Er waren natuurlijk twee veronderstellingen. Veronderstel ons dat we naar Australië waren gegaan, dan hadden we natuurlijk het misschien helemaal overleefd. Maar wie waren wij als wij daarna terugkeerden naar Java? Dan waren we de weggelopen marine. Als u nou achteraf terugkijkt op de acties onder leiding van Karel Doorman, wat denkt u dan? Dat het toch wel goed was geweest dat hij de slag in de Javazee deed. Wordt nog eens in later dagen Nederlands vlag ten strijd ontplooit. Stervend zullen wij haar vragen. Stervend zullen wij haar vragen. Maar die vlag verlaten, nooit. Grandioos, machtig, machtig vertoon. En ik kan niet anders zeggen als dat gaf ons echt goede moed om de vijand tegemoet te zien. Ik diende op de Haar Majesteit Kortenaar. Ik was hulpkanonier bij kanon 4. Op het achterschip. Waar is de Kortenaar? Ziet ze erin duiken van de Kortenaar? Het was een torpedojager met een bemanning van ongeveer 200 man. En ik zal u zeggen, het was een heel goed schip. Alleen op het moment dat we de zeeslag in de Javazee gingen, mankeerde er iets aan een van de ketels van de machinekamer. Wat natuurlijk van, ja, toch wel van bijzondere betekenis is geweest, dat Nederlands-Indië, of eigenlijk Nederland, het Koninkrijk der Nederlanden, als eerste de oorlog verklaard heeft aan Japan na de aanval op Pearl Harbor. Maar dat was de logische consequentie van afspraken, bondgenootsafspraken die met Groot-Brittannië en met de Verenigde Staten waren gemaakt. Dus Nederland heeft nog voor de Verenigde Staten, na de aanval op Pearl Harbor, Japan de oorlog verklaard? Ja. Op 26 februari voeren we dus, het zee gaat uit na een alarmsituatie met al de schepen. Mijn broer diende op de Haar Majesteit Java met nog een paar neven en de rest zat op de Haar Majesteit de Ruiter. Later bleek na 3,5 jaar gevangenschap dat ik de enigste overlevende was van die groep. Wat naar Pearl Harbor gebeurde was dat Japan met een op dat moment overweldigende overmacht opdrong in Zuidoost-Azië. Er vond in Surabaya een laatste stafvergadering plaats en daarna werd Schouwburg Doorman naar zijn auto begeleid door de eerste stafofficier van de marine in Surabaya, de latere commandeur van Waning. En tegen hem zei Doorman: Van Waning, jij bent ook op de hogere krijgsschool geweest, maar dit heeft er niets mee te maken. Vandaag is het onze beurt en morgen die van jullie. Hij bedoelde daarmee natuurlijk in feite dat hij de zaak zeer hopeloos inzag. Hij heeft overigens nooit, dat wil ik u toch even zeggen, geseind of gezegd, ik val aan, volg mij. Men heeft dat later mooier willen maken, dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft geseind, all ships follow me, the enemy is 60 miles away. Dus een heel gewoon bevel in plaats van het heldhaftige, ja. Volg mij, ik val aan. Ja.
We hadden verouderde schepen in dat opzicht. En onze kanonnen hadden een minder lengtebereik. We hadden geen radar aan boord. We hadden geen luchtsteun. Dat is natuurlijk een heel belangrijk aspect bij zo'n oorlogstreffen. Was u zich destijds bewust van al die gebreken? Nee, echt niet. Daar was ik veel te jong voor. Wat in de slag een hele belangrijke rol gespeeld heeft, dat is dat artilleristisch hebben de Japanners nou niet zulke bijzondere prestaties geleverd, maar op een gegeven moment hebben ze een zeer ongelukkige treffer weten te plaatsen op de Exeter, die daardoor uitviel en terug moest naar Surabaya. En dat is een heel belangrijk moment in de slag geweest. Bij het begin van de strijd kwamen de geallieerden te staan voor een zeer onaangename verrassing. Dat is namelijk dat de Japanners beschikten over verdragende torpedo's met een grote explosieve kracht. Door een van die torpedo's is de Kortenaar tot zinken gebracht. Het schip van meneer Hakenberg. Ik zou zeggen, de treffer kwam. Een grote lichtflits, met aardedonker, hele hoop wind, water. Ik zat vast aan het schip, heb me los kunnen wrikken. En de zwemvest die ik om had, bracht me weer naar boven. Ik was toen al, volgens mij, een paar meter onder water. En toen ik boven kwam, was de Kortenaar verdwenen. Toen zag ik alle mensen die trachten een vegelijf te redden door zo gauw mogelijk naar alles wat dreef naartoe te gaan en zich daar drijvende te houden. En we waren dus één hele grote massa van drijvende vlotten. We hebben nog meegemaakt dat het hele eskader tussen ons voer. Zonder dat zij stopten, vanzelfsprekend. Dat konden we best indenken. Want een schip dat in zo'n situatie stopt, was natuurlijk een schietschijf voor de vijand. Hebben jullie hard geschreeuwd om hulp? Nee, dat hebben we echt niet gedaan. We hebben alleen maar naar hun gewoven. Echt waar? Echt waar. Wat er daarna in feite gebeurd is, is dit. Dat Schouwburg Doorman tot diep in de nacht steeds maar weer gezocht heeft naar de Japanse transportvloot en die nooit heeft kunnen vinden. Waarbij natuurlijk een belangrijke rol heeft gespeeld de omstandigheid dat de geallieerden niet beschikten over vliegtuigverkenning. En toen zijn uiteindelijk ongeveer midden in de nacht de Java en de Ruiter achtereenvolgens het slachtoffer geworden van Japanse torpedo's. En daarmee was eigenlijk de strijd beslist. Op dat moment wist ik ook niet dat ze beschikten over moderne torpedo's. Later, veel later, las je dus dat hun torpedo's al zo goed waren dat ze het op afstand konden besturen. Met andere woorden, zonder dat wij de Japanse schepen zien, hebben ze ons met hun torpedo's getroffen. Ik denk dat er alles met elkaar aan Nederlandse zijde zo'n 1000 man zijn gesneuveld. Het is heel opmerkelijk bijvoorbeeld dat op het ereveld Kenban Koening bij Surabaya, daar ligt zeggen en schrijven één matroos begraven die in de slag in de Javazee is omgekomen. De anderen die hebben allemaal een zeemansgraf gevonden. Nadat de zeeslag in de Javazee voor mij was afgelopen en in de morgen door de Encounter naar Surabaya werd gebracht, ik met de zieke verpleger bij mijn ouders thuis kwam vanuit Ujung, vroegen ze het eerst, waar is de rest? Nou, ik moest daar op antwoorden, dat weet ik niet. Wat is er na de aanval geworden van Karel Doorman? Ik denk dat we er vrij zeker van kunnen zijn dat hij bewust aan boord van het vlaggenschip is achtergebleven.
Hij wilde in ieder geval de Japanners niet de trofee gunnen dat ze dan ook nog een geallieerde vlagofficier hadden kunnen gevangen nemen. Hij is als een kapitein met zijn schip ten onder gegaan. Ja. Waren jullie helden? Wat zijn helden? Dat weet ik niet. Ik weet niet of we helden waren. De slag om de Javazee getuigt van een grote moed. Maar moet je achteraf niet vaststellen dat die moed misschien wel een beetje misplaatst was? Nou, ik denk dat je een onderscheid moet maken tussen de militaire betekenis en de morele betekenis. De militaire betekenis, daar moeten we heel nuchter over zijn. Het was echt een verloren slag. Wat de morele betekenis betreft, is het zo dat het personeel van de Koninklijke Marine, zoals admiraal Verwerda het voor de oorlog wel eens heeft uitgedrukt, de wissel eerlijk heeft gehonoreerd. Zijn plicht gedaan heeft bij de verdediging van Nederlands-Indië. Het idee dat je met geladen kanonnen bent gezonken, dat heeft me nooit meer losgelaten. Want u had nog geen Japanner gezien? Wij hadden nog geen Japanner gezien. En dus ook nog geen schot gelost? En we hebben nog geen schot gelost. Het was inderdaad frustrerend. En tot nog toe blijf ik er nog steeds aan denken. Als ik dus aan de zeeslag denk. Tot zover onze reportages van vandaag. Straks na de reclame het Sportjournaal. Hier is Dionne de Graaf met de onderwerpen. Ja, straks onder andere de huldiging van de Olympische atleten in Den Haag. We zijn ook bij het voetbal, want Feyenoord speelt morgen een belangrijke wedstrijd in de UEFA Cup tegen Glasgow Rangers thuis. En er is ook hockey van het wereldkampioenschap in Maleisië. Nederland speelde tegen België. Graag tot zo. En dat zometeen na de ster. By the crossroad, break of day, something tells me I'm lost. Aangifte doen via de disketten, dat kan iedereen. U krijgt de aangiftedisketten in januari in de bus. Wat betekent dat voor onze kwartaalcijfer? Yes. Wat? Dat meen je? Ik moet weg. Vergadering. Lekker belangrijk. Ja, vanmorgen. Lovers Live van Sade. The greatest hits live op CD. Met natuurlijk Smooth Operator. No Ordinary Love. Sweetest Taboo en nog veel meer. Lovers Live, nu verkrijgbaar op CD en DVD. Ik zit nog in de auto, ja. Maar, nou rijd alleen bijna een tunnel in, dus het kan zijn dat ik hier en daar... Kan zijn dat ik een beetje wegval. Nieuw Carrero, nu verkrijgbaar in cafetaria en supermarkt. Mmm, vanmorgen. De officiële Star Wars Fact Files. Het ultieme Star Wars verzamelwerk. Ontmoet de helden van het verzet. I'm Luke Skywalker, I'm here to rescue. Verken de planeten en hun bewoners. Lees alles over de droids, de wapens, de technologie. En leer het Star Wars universum kennen met de unieke Star Wars sterrenkaart op posterformaat. De officiële Star Wars Fact Files. Nu deel 1, inclusief de poster, voor slechts €1,75. Attentie, spoedgeval bij operatiekamer 3. Zonnatura, eerlijke voeding. Beleg nu zonder aankoopkosten in het ABN AMRO Global Fund met een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,8% over de afgelopen 10 jaar. Groeni! Hey!
Om 15 år kommer det nya tv-outsit. Precis som din stereo. Till och med din nya soffa är borta om 20 år. Men lugn, om 25 år sover du lika skönt i den här nya hästens sängen. Hästens, en bra säng är en bra investering. NOS Sportjournal. Dames en heren, goedenavond. Behalve Olympische medailles hebben de schaatsers Jochem Uytenhagen en Gerard van Velden nu ook een koninklijk lintje. De gouden medaillewinnaars van Salt Lake City werden onderscheiden tijdens de huldiging van de Olympische ploeg in Den Haag en mochten daarna op bezoek bij koningin Beatrix. Gerard, het leven zal anders worden. Geniet ervan. En ik ben daarom zeer blij om je te kunnen zeggen dat het Hare Majesteit de koningin heeft behaagd je te benoemen tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Gefeliciteerd. Je mag hier even blijven staan. Ja, prima.